starten. Oh, ja. Okay. En drinken, dan gaan we op stap. Halve 1 is de tent hier dicht. Ja. En dan gaan we die kant op. Oh, gezellig. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hebben jullie ook een biertje? Ja, zeker. Hoe is het eigenlijk als je hier woont? Dan ken je natuurlijk echt iedereen. Ja. Dus als er tussen al die mensen niet de vrouw van je droom tussen zit... Ja, maar die hebben we al gevonden. Hebben jullie al gevonden? Sommigen van ons. En hebben jullie wel eens iets met mensen van de wal? Met vrouwen? Ja, een weekje en dan... Ik kan uitzoeken en heen gaan. Uitzoeken een weekje en... Ja, klinkt wel als het ideale leven. Zouden jullie hier willen blijven wonen? Ja, voor mooi wel. Ja? Als het mogelijk is, dan... Mogelijk is wel. Maar je hebt niet zoiets van als ik eens ouder ben, dan ga ik naar de grote stad, naar Amsterdam, Groningen. Nee. Leven in de grote stad, dat trekken jullie helemaal niet. Het is gewoon een levensstijl wat je... Ja. Mensen die in de stad zijn opgegroeid en die hier in één keer komen, die denken... Het is hier in één keer rustig, maar... Ja, er niks aan. Nee. Maar jullie vervelen je niet vaak? Nee. Pils. Ja. Voetbal. Ja. Dat soort dingen. Ja. Ja, en natuurlijk heel veel toeristen in de zomer. Ja. Daarom werkt iedereen in de zomer ook. Er is ook heel veel te doen en zo, dus... Ja. Dan moet je allemaal aan de bak. Van caravan. Wat is dat dan? Nou, is gewoon voor de leuk gemaakt. En krijg je van ons. En als je deze om hebt, dan mag je altijd naar binnen. Nou ja, het is gewoon zeg maar, ja, een keer spatten. Jongens, tot spat! Hey! Nou, los spattels. Niet de hard spatten vanavond, hè? Nee, wij spatten gewoon rustig door. Hey! Nou, kom op spatters. Wij zijn van nu we er toch zijn. Oh! En wij zijn de gastvrijheid van Ameland aan het testen. En dit is François, de cameraman. Hoi. En dit is geluidsman Piet. Hoi. En ik vroeg me af, is het hier gastvrij? Ja, ik denk het wel. Ja? Zijn Amelanders wel vrije mensen? Ja. Gastvrije mensen? Ja. Oh, dat komt goed uit. En zijn ze altijd aardig en zo tegen mensen die van de vaste wal komen? Ze zeggen over Amelanders van wel. Oh. Maar je hebt wel zeg maar dat andere eilanden dat wat minder zijn. Maar Amelanders is dat wel echt zo? Ja, ik vind het wel. Oké. Okay. Wij zijn namelijk op zoek naar een slaapplek. Ik zeg, kom binnen. Echt? Absoluut. Serieus? Dat vind ik hartstikke leuk. Gek. Ja. Top. Hartstikke leuk. Ja. Op de gastvrijheid van Ameland. Proost. Jongens, mag ik jullie een hele goede nachtrust toewensen. Wat rustig. Goedemorgen, boys. Goedemorgen. Het is 6:00. Joepie. Yes. Goedemorgen. Nou, en omdat we op tijd bij de burgemeester moeten zijn, sneaken we er al tussenuit voordat ze wakker worden. Dan zijn we wel heel gastvrij. Komt hoor, van de burgemeester. Yes. Meneer de burgervader, er zijn 3 soorten plakaten die u kunt winnen. Er is de zwarte, dat zou betekenen dat Ameland niet gastvrij is. Er is de zilveren, middelmatig. Of er is de gouden, en dat zou betekenen dat uw gemeente ontzettend gastvrij zou zijn. Nu heb je hier in Ameland natuurlijk 2 groepen. Je hebt de toeristen. Nou, daarvan kan ik al zeggen, die waren ontzettend gastvrij. En je hebt de oorspronkelijke bewoners van Ameland. Die waren ook heel erg gastvrij. Dus fijn. Er is maar 1 plakkaat voor u van toepassing en voor uw gemeente. Dat is de gouden plakkaat van Nu we er toch zijn op vakantie. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ontzettend gefeliciteerd. Kijk, wij zijn een toeristisch eiland. Er komen hier 600.000 toeristen op jaarbasis. Dus het zou heel erg raar geweest zijn als we niet gastvrij waren. Ik ben daar heel trots op. En ik denk dat de eilanders er heel erg trots op mogen zijn. Ameland, gefeliciteerd. Heel blij mee. Ja, dankjewel. Ga voor meer informatie naar nuweertochzijn.bnn.nl. En morgen is het tijd voor mijn favoriete collega. BNN.